Ladies and gentlemen, welcome, welcome, welcome to the Coffee Heroes and Cups Epic Hearthstone Noob Challenge. Two Cups Crops will fight to the death in the best of three series. This is part two. The loser will have to sing a song in front of his mic. Our first Cups Crop, weighing about 63 kilograms, he is well known for his perfect aim in shooters, it is G-Lo. Yeah! And our second Cups Crop, weighing about 69 kilograms, well known for his repeating sentences, it is none other than Echo Crescent. Yeah, wow. Round two. Fight. We zien hier gelijk een opener met een fight. Michael rockt de freaking warlock. G-Lo nog steeds. No, iemand zegt u, kom potje. Okay. Holy crap. Oh, he doesn't. He did, actually. Oh. Hallo, Jungle Panther. Ik zag je laatst nog in mijn deck. You traitor. Echt wel. Ja, ja. Oh, nog een shield. Doe ik eventjes express daar. En een Harvest Golem. Een strong opener voor Michael. Maar wat... we weten dat Jaal wel wat in petto heeft, want we hebben zijn deck al gezien. En zijn eerste in petto reactie. Welke kaart zal Jaal opgooien? He will be throwing up his creep. Do the creep! Ah, do the creep! En... mooie tand erop. Okay. En deze is haast niet meer te doordringen. Het enige wat Michael dus nu kan doen met deze minions op zijn board is allebei traden. Wat less than ideal is. Kan deze commentator ook even de kaarten in mijn opponent's hands benoemen? Ja. Zijn opponent heeft een Mortal Coil die hij nu gaat gebruiken. Meer ga ik niet zeggen. Ja, ja. Nu zit hij tussen een lastige keus, want hij heeft 1 mana. Maar omdat Michael al zo vaak Hearthstone heeft gespeeld, wist hij gelijk wat hij moest spelen. Echt wel? Jaal met zijn allround Hearthstone experience weet precies wat hij moet spelen. It is the Value Boar! Value Boar, hopie. There we go. En een mooie board clear van Jaal. Met een follow-up, een of andere kakatoe of zo, wat is dat? Wat heeft dat ding op zijn rug? Of is dat zo'n rug? Ik denk dat dat zijn reet is. Oh. Maar goed. We zien hier een Scarlet Crusader van Michael. Hele mooi met een Divine Shield. Ja, alsjeblieft. Okay. Maar het wordt weer shut down door de taunt. Also, ook al is hij in één keer. Nou, engineer. Oh, wat de heck? Wat gebeurt er allemaal? Ja, Michael begint nu aardig low te worden. Maar hij heeft daar een antwoord op. Here we go. 2 Divine Shields. Geen probleem. En Michael heeft weer board advantage. Heeft Jaal de kaarten voor de opvolger? Om weer het deck in zijn handen te krijgen. Om weer een potje te winnen, zodat hij geen liedje hoeft te zingen. Dat ruimt, toch? Soort van. Soort van. Okay. Whatever. Good enough. Oh, oh, dames en heren, het is een swipe. Slim, slim. En hij heeft het bord weer in zijn control. Maar Michael is er niet bang voor, want hij heeft alle antwoorden ervoor. Here we go. Het begint nu aardig low te worden, Michael. Ja, weet ik wel. Hij heeft wel lekker cards erover, dat vind ik goed. Wow.
Oké. Okay. Heeft hij goed opgegooid? Oké, Giles, zijn enige antwoord is Dire Alpha Wolf. Dire Alpha Wolf? Ja. Oh man. Michael nu met 11 HP. Wat kan hij er tegen doen? Hij heeft de Knife Juggler. Plus Argent Commander. Cool. Damn. En Michael heeft nu een dikke board advantage. Kan. Oh ja. Giles er iets tegen doen? Mm-hmm. Ja, hij heeft een Bloodfang Rapper, maar hij heeft ook de heal. Oh, oké, okay. Cool. Want dat gebruikt elke pro-speler in zijn deck natuurlijk. Zeker. Viel je niet aan. Dat dit de nieuwe tournament was. Oké. Okay. Do it, Michael. Oh, fuck. You yeah, know man. You won't. Ah. Yes! De mooie combo. There we go. Ik zie Jawa hier niet echt uitkomen eigenlijk, om eerlijk te zijn, maar... Au. Oké. The playing field will be going to be even. Ja, dat is een hele mooie kaart die hij kan gebruiken op niemand. Oké, Michael. You know you want to. Come on, do it. Yep. Here we go! Here we go! En dan... Here we go! Never mind! Mijn ding is kapot! Wat? Oh my goodness! Ah, whatever. Nee, kill hem dan niet! Oh. Ja, hier, kill één van jou! Kill één... Oh, ja, nee, ik heb niet meer genoeg mana daarvoor. Nee, kill gewoon voor jou en dan wacht je een turn en dan doe je... Ja, nee! Hier, ik zal hem wel laten zien wat erin zat. Ah, beetje jammer. Jammer. And our second round goes to Michael. Yeah. Uitstel van executie. Closer, come closer then. Fire all stone balls! Ah! Ja, toen ging. Oké. Nee! Go! Ah!